Goedemiddag en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi Galaxy. Ik ben er weer, Zelda Play 20. En ja, ik heb goed nieuws. Nederland heeft gewonnen. Jee, even heel snel die voetbaltopic eventjes out of the way hebben, zodat we mee kunnen focussen op de video. Nederland heeft een hele spannende wedstrijd gehad met Australië. Het is 3-2 geworden voor Nederland. Dus Nederland is sowieso door naar de volgende ronde. En Australië en Spanje kunnen inpakken en naar huis. Wat ik eigenlijk best wel jammer vind van Australië, omdat Australië best wel goed aan het voetballen was. Maar je kunt natuurlijk niet alles hebben. Nou, maar hopen tot Australië nog een keer, Spanje ook nog eens een keer keihard in het gezicht trapt. Waardoor dat Spanje dus zonder enig victory naar huis gaat. Ik heb gisteren nogal een beetje zitten juichen, dus mijn stem is een beetje aan de schrale kant. Dus er kunnen best wel veel voice kicks komen. Nou, met dat out of the way, nou ben ik ook nog van plan om een of andere special video te gaan doen. Ik weet niet of het vandaag komt, want die video die zal helemaal in het Engels worden gegeven met Nederlandse ondertiteling. En hoezo zit hier nog een secret ster? Waar zit hier dan nog een... Ik wil even weten waar hier nog een secret ster zit. Ik ging er al bij... Ja, daar ken ik al bij. Oké, hier blijkbaar zit nog een secret ster. Dat gaan we maar eens heel eventjes zoeken. Dus ik ga heel eventjes kijken of ik een alternatief pad kan vinden. En als ik die heb gevonden, dan laat ik jullie dat natuurlijk zo snel mogelijk weten. Dus zoals altijd, ik ben zo bij jullie terug. Een extra werpster. En daar hebben we dus al zeg maar die voice crack. Maar goed, daar zit dus een extra warpster als je dus die plug indrukt. Ik dacht dat het misschien alleen voor leven zou zijn. Maar blijkbaar zit hier dus een heel extra gebied. Nou, laten we dat maar eens heel eventjes gaan onderzoeken dan. Waarom ook niet? Nee, maar zoals ik al zei, van ik ben dus van plan om heel eventjes ook een special te gaan doen. En dat is dan zeg maar een Engelse aflevering. Dank je telefoon. Waarin voornamelijk het zal ondertiteld worden. En ondertitelen is natuurlijk geen makkelijk iets, dat weten jullie allemaal wel. Goed, dus wat we hier moeten doen is, we moeten een bullet bill zien te jagen. We moeten een bullet bill, hallo. Bullet bill, zie mij. Hij ziet mij niet. We moeten een bullet bill ergens naartoe zien te jagen. Volgens mij een van deze drie dingen. Dan hebben we hier dus zeg maar een power ster. We hebben hier de gewone secret ster die we moeten hebben. En we hebben hier dus zeg maar al die dry bones die we kunnen verslaan met die power ster. Ik dacht dat het een Hungry Luma ster was. Maar dat is hij niet. Dus laten we maar eens even proberen een bullet billtje mee te nemen. Een bullet billtje. Nou dat we dus zeg maar, nou zitten we tot onze nek toe in de dry bones. Daar word je helemaal niet vrolijk van. Echt, het zijn al heel erg veel dry bones. Oké, nou, mag ik heel even een bullet bill? Mag ik... Dat verdient een bullet bill, een bullet bill. Hallo? Vuur! Dank je. Zie je mij? Hij heeft me gezien. Oké, hij heeft me gezien, Oké, nou is het dus de bedoeling om gewoon rond te rennen, want die bullet bill is locked on target. Dus dan wil je gewoon rondjes rennen. En dan wil je hem dus eigenlijk laten exploderen bij de ster. Niet bij die. Op sommige momenten hoop ik gewoon echt dat ik mijn mond dicht kan houden. Maar goed, we moeten hem dus eigenlijk op hem hebben. En dit kan al een trial en error gaan geven. Dus ik ga alvast klaarstaan bij het pijltje naar beneden toe. En dan hoop ik gewoon echt serieus, mijn stem die doet pijn, man. Maar het maakt niet uit. Ik heb genoeg pauzes genomen. Deze opnamesessie gaat gewoon door. Waarom? Omdat ik dat wil. Oké, nou. Gewoon genoeg drinken. Bullet bills pesten. Wat willen mensen nog? Nee. Laat me omhoog. Zie mij. Nou... Kijk, dat kan ik alleen maar als ik hees ben. Dus daarvoor is het eigenlijk toch wel grappig. Hoop ik. Ik hoop dat dat grappig is. Ik bedoel, dat kan ik alleen maar als ik echt hees ben. Dus, ja, hè? Dat was eigenlijk best wel hoog. Kijk. Nou, zo. Het gaat goed met mijn stem, jongens. Nou. Ja, ik moet zeggen, het was echt een feest gisteren. Het was echt een gekhuis. Ik heb echt een hele spannende dag gehad. En jij explodeert niet. Oké, dan mag ik even. Ik wil op dat plateau. Ik wil dat je me ziet. Dank je. Hij heeft me gezien. Niet te snel. Rustig aan, Bullet Bill. Rustig. Neem de tijd. Nee! Nee! Ik ben zo terug.
Nee! Nee! That's not compute! That's not compute! Oh, kom op! Oh mijn god, mijn stem, echt serieus. Welkom bij een aflevering genaamd Stemperament. Waarin boelebils je om de oren heen vliegen en niet doen wat je zegt. Boelebil, luister, ik heb hier problemen mee, ja? Je hoort gewoon uit het kanon te komen. Nu, dank je. En op het moment dat je mij volgt, moet je me ook wel blijven volgen, ja? Dus blijf me volgen. Blijf me volgen. Wees lieve boelebil. Blijf me gewoon... Hallo, ik ben hier! Aas! Aas! Oké, nou heb ik het helemaal gehad met die Drybones. Drybones, we hebben oorlog nu. Ik heb het vriendelijk geprobeerd. Jullie willen niet luisteren. Dus nu heb ik een powerster en dan gaan jullie dood. Allemaal! Op twee na die daar nog boven zitten. Oké, ik heb dus een nieuwe strategie gevonden om die bullet bills naar beneden proberen te lokken. Stink bullet bills, ik denk dat ze alles zijn. Je wil dus zeg maar hier naar boven toe klimmen via dat plateau wat ik jullie net heb laten zien. Dan wil je wachten tot er een bullet bill tevoorschijn komt zoals nu. Dan spring je richting die bullet bill en hij heeft hem niet gezien. Waarom heb ik zo'n gevoel dat dat echt weer de enigste koepel is... Die open blijft, of die gesloten blijft, voice crack. Oké. Boelebil, zie mij. Dank je. Nou, die boelebil komt dan recht naar beneden toe. Heeft mij in het vizier. Ik blijf rondjes rennen. En hij houdt mij in het vizier, hoop ik voor hem. Daar. Ste. Vuilakken. Echt. Smerig, gemeen sterpdingbeest. Hoe durf je? Hoe durf je, zeg ik. Ik spuug hier al mijn microfoon hieronder ondertussen. Hoe durf je? Je zou wat zeggen. Oh, nee. Ik zag het gebeuren. Ik zag die draaiboot me gewoon raken. Ik zag het gebeuren. Nou. Ik ga eens heel eventjes... Even... Zo. Wat? Juist. Even kijken. Ja, heel erg leuk. Fijn dat we die hit een ster hebben. Wanneer is safe? Nee, we willen niet safe. We willen gewoon kijken of die prankse commentaar nou is. En ja hoor. Speedy comment in orbit. Nou, normaal gesproken ben ik geen liefhebber van fast forward. Dat weten jullie wel. Dus. Deze keer ook. Ik ga deze speedy commentaar gewoon gebruiken om te praten over weet ik veel wat is en hoe snel dat we dit wel in moeten doen van die sandblast speedrun waar ik eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. En volgens mij kon je als Luigi namelijk een shortcut doen, maar dat weet ik niet zeker. En dat punt wat je daar ziet, daar haper ik altijd op. Op die plek waar je vijf van die chips moet vinden, van die blauwe chips. Maar goed, zonder enig ophouden, we hebben 4,5 minuut. Ik dacht dat je er maar 4 minuten voor zou krijgen, maar 4,5 minuut. Dat is doable. En wil ik alsjeblieft ophouden met dat squeaky stem. Stem, ik weet het. Je bent moe. Je bent uitgeput. Ik weet het. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan de hele tijd de squeaky voice moet gaan doen. Squeaky voice is nergens voor nodig. Oké, nou we hebben weer full health. Dan komt die lelijke bakkers tevoorschijn. Komt die maar. Oh, kom. Zo dan. Oké, dus dat kost ons al een hele halve minuut. Ik kan niet praten, mijn stem die heeft er geen zin in. Wat een geweldige dag voor een opname. Voor eigenlijk een dubbele opname moet ik zeggen, want dat is een dubbele opname. Want ik kan hoe laag springen waar ik wil. Maar voor vrijdag denk ik inderdaad dat ik hem skip in verband met stemproblemen. Maar ik wil dan toch nog wel heel eventjes die special doen. Dat heb ik namelijk aan iemand beloofd. Dat is voor de mensen die het willen weten, dat is op die Minecraft server waar ik dus eigenlijk best wel vaak...
te zien ben. Dat is op die Pixelmon server. Dus daar ga ik toch wel heel eventjes een videootje over maken. Over hoe daar de boel nou eigenlijk eruit... Mag ik de chip? Dank je. Hoe dat daar de boel eigenlijk eruit ziet. En wat ik daar dan zo vaak doe. En dat jullie gewoon kunnen joinen wanneer dat jullie willen. Maar ja, die video die zal dus zeg maar later vandaag geüpload worden. Of misschien zelfs morgen. Ik denk dat ik hem voor morgen bewaar. Luigi, wij moeten praten. Oké, dat kost veel te veel tijd. Ik heb nog maar 3 minuten. Ik heb echt geen zin om dit allemaal overnieuw te moeten doen. Echt 0,0 zin. Geen zin. Hoor jullie me? Geen zin. Dus maak jullie ook vooral geen zorgen. Morgen of zaterdag het Minecraft weekend gaat dit keer gewoon door. Omdat ik dat wil. Ik ga vrijdag gewoon Minecraft opnemen. Dus vandaar dat ik vrijdag dan even rust neem met mijn stem. Maar ik moet helemaal omrijden. Omrijden nog wel. Ja, laten we over de zand heen rijden. Waarom ook niet? Oké. Ik heb nog maar 2,5 minuten. Dit ga ik nooit aan. Polster, pak. Goed zo. Hallo. Net zoals de vorige. Ah, trouwens, ik heb oranje al laten zien. Dus laten we nou maar de groene route laten zien. Waarom ook niet? Het is eigenlijk allemaal precies hetzelfde. Ik dacht dat deze makkelijker zou zijn, maar dat is hij niet. En een warpipe. Nee, daar heb ik nou geen tijd voor! Nee! Damn you! Ik dacht dat je goed 2 routes kon kiezen. Oh mijn god. Daar heb ik toch het... Oh mijn god. Nee. Luigi, doe je ding. Luigi. Dit gaat fout. Dit gaat oh zo fout. Normaal gesproken hou ik niet van risico's nemen, maar... Ik moet risico's nemen. En dat haal ik niet. Nee. Ik wou het proberen. Nee. Oké, terug op dit punt. Met nou nog 2 minuten en zoveel seconden op tot de klok. Denk ik dat ik dit wel kan gaan halen. Natuurlijk heb ik nou veel te snel mijn grote mond opengetrokken. En kunnen we dat vergeten. Die shortcut zou ik niet nog een keer proberen. Want als je dus zeg maar faalt. Ik weet nog niet eens of het... Nee. Oké. Ik denk nog niet eens wat mogelijk is. Maar goed. Buiten dat. Laten we dit gewoon de legit manier doen. Ik bedoel, we hebben nog 2 minuten. Dus er is geen reden voor paniek. Blijft u allen rustig zitten. Totdat wij helemaal tot stilstand bij de ster zijn gekomen. En dan ga ik heel eventjes kijken of het mogelijk is om die ster te pakken te krijgen. Zonder heel die hokumatokon. Nee, dat is niet mogelijk. Damn. Daar ben ik hele kostbare secondes door kwijtgeraakt. En nou zitten wij dus met het probleem dat ik nog sneller naar dat plateau moet rushen. Om nog sneller terug te rushen. Om nog sneller die stat te pakken te krijgen. Over 1 minuut en 24, 23, 22 seconden hebben wij dus last van een of andere hartfaal of iets. Waardoor dat Luigi niet in staat is meer de ster te pakken. Waarom dat dit voorkomt, hebben wij geen flauw idee mee. Waarschijnlijk heeft het iets te maken met het kometengeval. Vergeet niet, dat ding op een of andere vage manier is ook nog eens een keer getimed. Dus we hebben een timer lopen en we hebben nog een timer lopen. We hebben nog 1 minuut te gaan, dus op het moment dat de plateaus nu naar beneden zouden gaan, dan is het... Goodbye, Luigi, so long to bad. Oké, nou, laat mij nou gewoon die step pakken en dan zijn we klaar met het level. Mooi, ik ben klaar met het level. Geen meer. Nee. Ik ben klaar mee. Het is genoeg. Ja. Nou wil ik toch nog eventjes die Hungry Luma meenemen. Dankjewel, stem. Anders ga ik gewoon de hele tijd zo praten. Want als ik zo praat, dan doet mijn stem niet zo prij als dat ik normaal praat of probeer voice acting te doen. En aangezien dat dit ook wel een beetje lijkt op een beetje een stemmetje voice acten, kan ik jullie vertellen dat dit wel wat makkelijker vol te houden is als wat dan ook. En nee, deze is nog steeds niet compleet. Maar goed, we gaan nu richting die Hungry Luma, want die Hungry Luma is nogal hongerig. Goed. Hungry Luma, vertelt u mij eens, hoeveel starmids moet jij hebben? Hey you! Can I eat these starbits? If you feed me a bunch of starbits, I will burst into snacky happiness and then transform! Nou, heel erg fijn. I vanish! I need 800 starbits to cut me hunger pangs! Ja, oké. Waarom ook niet? That's it! I'm stuffed!
Here we go! Transform! Ja, opoffering. Wat jij wil, jongens, wat jij wil. Nou, dus dan zullen we deze stem nog eens heel eventjes vol gaan houden. Oké, zelfs dat met je pijn te doen. Ah, ik weet echt niet meer welke stem ik eigenlijk neer kan zetten. Oh. Het voordeel is, die bonusvideo die is relaxed en rustig uit te leggen. Dus daar hoef ik niet zo jumperig op te zijn. Big Mouth Cold Bait. Ah nee, het is een swimming level. Deze zijn te makkelijk. Deze is heel erg makkelijk, maar het is gewoon een waterlevel. En gaat waterlevels, jullie weten mijn standards over waterlevels. Waterlevels stinken. Nou, hier hebben we dus een golden chest. De golden chest, daar zie je dus zeg maar een Koopa bij. Alleen de Koopa ding, dat schelp je, dat werkt niet, want we hebben een golden shell nodig. Waar vind je die golden shell? In het water. Dus wat moeten we nou gaan doen? We moeten het water in. Dus we pakken hier eventjes een paar starbits. La 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 la. Hallo starbits, hallo starbits. Niet dat we de starbits nodig hebben, maar we gaan gewoon dus zeg maar hier het water in. En we moeten dus op zoek naar een shell. Golden shell, het liefst. Dus wat we dan moeten doen, is we moeten hier dit ding pakken. We hebben hier... Dat is zeker een one-up. Ik dacht eventjes dat dat een... Nee, maakt niet uit. We hebben dus zeg maar een shell nodig. Dus we moeten hier ons even doorheen bursten. En hieronder, daar hebben we onze golden shell liggen. Nou, zoals je ziet, op het moment... Starchips? Waarom hebben we hier starchips? Ik bedoel, de golden shell die ligt daar. Waarom hebben we hier... Huh? Oh, please, zeg maar dat ik hier zuurstof... Oh, starchips vullen al je zuur... Oké, nou ik ben heel erg nieuwsgierig waarom dat er hier starchips liggen, terwijl dat we hier al eigenlijk de golden shell hebben. Dus wat ik ga doen is, ik ga gewoon hier heel rustig doorheen zwemmen, om dus heel rustig al die starchips te pakken tussen al die alen. Dan moet ik zeggen dat het in 3D best wel lastig is om ze te vinden, maar dat maakt niet uit. Dan ga je me toch niet vertellen dat je hier 2 sterren kan halen, hè? Want dan wordt het wel een extreem lange aflevering, but I don't care. Net zo min als dat ik care dat ik geraakt werd door dat stomme visding. Oké, nou eventjes van bovenaf kijken, want... Waar is die laatste? Waar is die laatste? Weet je waar, ik pak gewoon anders eventjes die golden shell. Oh, dat is geen golden shell, dat is gewoon een starship. Ik dacht dat... ik dacht dat dat al de golden shell was. Blijkbaar had ik het mis. Ik had het inderdaad mis, want die golden shell die ligt om precies te zijn hier. Dus die starchips waren wel nodig. Anders was dit wel heel erg makkelijk en heel erg kort geweest. Dus wat je dan wil doen is tussen de waterlagen door, hoe dat mogelijk is. Nintendo Logic. En dan moeten we dus heel deze golden shell meenemen naar het gouden kissie. Dan had je 1 keer per ongeluk een golden shell los, dan is het pech. Helaas, jammer, probeer het later nog eens. Nou, we hebben gelukkig een beetje redelijk gat gemaakt om doorheen te zwemmen. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Op een of andere vage manier is het hier nou heel erg druk geworden met boost. Maar dat maakt ons ook helemaal natuurlijk geen ene flauws aus. Dus zeg ik op mijn beurt, goh wat gezellig. Ik ga hier deze shell eventjes kraken. Poef. Captain Toad zit erin. Man! Ik ga het gewoon proberen. Man, that was close. Oh, Luigi, I almost forgot to tell you something. I was trying to get a start, but I fell into the treasure chest. Let me tell you, it's even smaller than it looks. Anyway, here's a star. I found it. Not really. Well, it's yours. Dankjewel, Toad, voor mijn stem nog meer te verknakelen. Bedankt. Je bent de ergste vijand op dit moment. Je hebt al zoveel ellende meegemaakt. Je wordt bedankt, Toad. Je wordt bedankt. Ja, ik wil hem ook pakken, maar als ik wil springen, dan praat ik automatisch tegen jou. En dat heeft geen nut of zo, weet ik hoe dat werkt. Maar goed, we hebben dus de ster te pakken. En met dat hebben we dus best wel veel sterren weer in deze aflevering te pakken. Dus morgen geen Luigi Galaxy. Ik wil mijn stem eventjes een beetje laten rusten. Ik ga proberen die special op te nemen. Het is in Engels, maar dat zal Nederlands ondertiteld worden. Dus ik heb weer het een en ander te doen. Gelukkig is bewerken niet echt stemwaardig. Dus dan kan mijn stem rustig bij rusten. Dus maak jullie daar geen zorgen over. Dus ik save nu mijn game. En ik hoop jullie natuurlijk een... mocht je dan eventjes zien bij die special. Eventueel. Hoeft niet per se. En natuurlijk zaterdag bij de nieuwe modded Minecraft. Ik ga gewoon proberen om die op te nemen. Hopelijk herstelt mijn stem goed. Want ik heb morgenavond die opname. Het is nou donderdag en morgenavond is vrijdag. Dus hopelijk is mijn stem dan een beetje... anders hebben we gewoon weer een hele leuke kraakrege stem.
Yay, joy. Vinden jullie alleen maar leuk. Dus ik dank jullie voor het kijken. Hoop jullie natuurlijk te zien in de volgende aflevering van Let's Play Super Luigi Galaxy. Maar eerst komt het Minecraft. Dus bedankt voor het kijken. Bedankt voor het volgen. Bedankt voor alle support natuurlijk. En ja, laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Met een reactie wat je leukste momentje was. Als je daar de tijd voor hebt. Ja, ik wil wel lachen met die boelenbeel. Snel! Bedankt voor het kijken. Doei! Ik kan daar nog niet eens meer. En heel eventjes tussendoor, sorry dat mijn microfoon te luid stond, jongens. Ik had het echt niet in de gaten. Dus ja, bedankt voor het kijken. En beter als postcommentaire als je mij vraagt. Maar goed, bedankt voor het kijken, jongens. Doei!